Dringende plicht, grote emoties staan ons te wachten in dit speciale nieuwsbericht, want ik breng jullie gepassioneerde Feyenoord Rotterdam fans exclusief baanbrekend nieuws rechtstreeks van achter de schermen van onze geliefde club. Ja, je wilt geen seconde missen van deze onthulling, die net uit de oven komt, fris en opwindend als een perfecte aanvalset. Bereid je voor op een verrassing die de structuren van ons voetbaluniversum op zijn grondvesten zal doen schudden, want kijk, dit is iets uit de eerste hand, iets dat het hart van ieder van ons zeker zal beroeren. Ja, dat klopt. Dit hadden jullie niet verwacht. Nieuws dat onze harten sneller zal doen kloppen en onze stemmen nog luider zal laten weerklinken op de tribunes. Dus houd je stoelen vast en bereid je voor op een achtbaan van emoties, want Feyenoord gaat ons trakteren op iets heel bijzonders. Voordat we verder gaan, vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal, want dat is de sleutel om constant op de hoogte te blijven van het laatste Feyenoord gerelateerde nieuws. We hebben geweldig nieuws voor onze volgende wedstrijd tegen RKC-Waalwijk. Het lijkt erop dat we weer drie belangrijke spelers tot onze beschikking hebben om ons team te versterken. Na een spannende wedstrijd tegen Roma, waar we zelfs met een paar afwezigen een waardevol gelijkspel wisten te behalen, zijn we klaar om RKC met nog meer vastberadenheid en kracht tegemoet te treden. Arne Slot bereidt het team voor op een overwinning en het goede nieuws begint met de terugkeer van Lutz Lutzharel Geertruida, Quinten Timber en Santiago Jimenez. Geertruida, een belangrijk onderdeel van onze verdedigende linie, keert terug om onze verdediging solide te houden, terwijl Timber zijn vaardigheid naar het middenveld kan brengen en mogelijk Ramis Seruki kan vervangen. Daarnaast is Santiago Jimenez fit om onze aanval te leiden, wat betekent dat Ayase Uede klaar zal zitten op de bank om in te vallen als dat nodig is. Als we nu naar de waarschijnlijke opstelling kijken, zien we dat Welle Reuter met vertrouwen onze posities bewaakt, Terwijl Hartman, Hanko, Belen en Geertruidas stevig in de verdediging staan. Voorin staat Jimenez klaar om te scoren, gesteund door een vastberaden middenveld met Wiever en Stanks. We mogen de tegenstander echter niet vergeten. RKC Waalwijk zou voor wat uitdagingen kunnen zorgen en zelfs de onzekere aanwezigheid van voormalig Feyenoorder Michiel Kramer. Vergeet niet je like achter te laten. Maar we zijn klaar om elk obstakel te trotseren en onze geliefde ploeg weer een overwinning te bezorgen. Laten we onze kracht en passie voor Feyenoord tonen. Samen zijn we niet te stoppen.